Sons heeft nog wat leuke dingen meegegeven om uit te delen van de carnavalswinkel. Dus die gaan we uitdelen. Sjaaltjes, orthodoxe sjaaltjes. We staan hier in een herrie, maar we gaan er een aantal uitdelen. Ze wilden in een deuze weer, maar ze worden afgestudeerd in de Akela-logie. Die niet, hè? Gewoon mee. Ik heb wel andere. Ja, hier. Zo wordt het niet te zien. Ga eens even kijken. En als hij s'avonds voorbij haar tent komt en hij ziet haar kaars nog branden, dan steekt hij zijn handen diep in haar sokken. En als hij toch een beetje naar beneden, zingt hij alweer zijn liedje. Verheug. Schoon Beveke, gewitte kagaren zie. Hey! Mag ik die hebben of vrouw? Ah, ah. Dat zijn de echte orthodoxe kleuren. Ach, oh, mag, ik mag ik die hebben? Mag ik die hebben? Ja, de echte orthodoxe kleuren. Orthodoxe kleuren. Wij gaan nu ook onderscheiden met orthodoxe kleuren. Ja. Vind je dat goed? Inderdaad. Ga je recht staan, schouders omhoog en jij zegt de volgende eed. Ik. Ben. Vanaf nu. Vanaf vroeger. En voor altijd. Oeteldonker. Oeteldonk. Dan mag ik u nu onderscheiden. Met de echte oeteldonkse sjaal. Mag ik u nu onderscheiden met de oeteldonkse sjaal. Bij een carnavalsfeest. Het was mijn eer. Of prinses. Welkom in Oeteldonk. Welkom in Oeteldonk. Jij bent ook Oeteldonker. Ja, ik ben een echte Bossenaar en al 17 jaar lang woon ik in Den Bosch. Ik ben een echte Oeteldonker. Nou, dan wil ik jou ook onderscheiden. Is dat goed? Ik vind het helemaal goed. Ik zal. Voor nu? Vanaf vroeger. En voor altijd? Vanaf altijd. Oeteldonker zijn. Oeteldonker. Prachtig. Mooi, jongen. Echt. Ja, dit is een mooi moment. Een applausje. Met de echte, originele Oeteldonkse sjaal. Ja. Er zijn een aantal genomineerden. En die genomineerden zitten hier in deze feestelijke dag. Kijken, snel. En dan zou ik zeggen, haal er een naam uit. Ja. Binjo! En ik zie hier een speciaal plechtig moment. Ik heb het idee dat er nu de prins is gekozen. Het is de prins die nu is gekozen. Ik ga er in de buurt, ga er naartoe. Riek heeft daar een mooie pak. En het papiertje is eruit gehaald. Het zijn de verkiezingen geweest hier. Nu hebben we hier de eerste originele prins van 2014. Hij staat daar trots als hij zijn kan met zijn prinsenmantel. Het is geweldig. Een heel uniek moment op dit moment. Dit is een uniek moment op dit moment. Jazeker. Prachtig. En hoe heet deze prins? Deze prins heet Binjam. Binjam. Mooie naam voor een prins. En de steek? Nou, daar staat hij. Helemaal in vol ornaat. Een applausje voor onze prins Binjam. En het feest kan beginnen. Prins, gefeliciteerd prins. Ja. Je bent prins. Ja. Ben je trots? Ja, waar. Hij is trots. Polonaise! Kom, aansluiten! Een lach, een groet, een blij gezicht. Een vogel zweven naar het licht. Oh, het lijkt zo gewoon. Maar het is toch bijzonder. De wind die door de bomen waait. Oh, het lijkt zo gewoon, maar het is toch een wonder. Joehoe! Het leven gaat zo snel voorbij. Dat geldt voor jou, maar ook voor mij. En ga springen! Laat de zon in je hart. Hey! Ze schijnt al voor iedereen. Geniet van het leven. Springen! Laat de zon in
zo gewoon. Maar het is toch bijzonder. En ben je soms niet goed gezind? Denk aan de glimlach van een kind. Ja, dat maakt je weer blij. Ja, dat maakt je weer vrolijk. Het leven gaat zo snel voorbij. Dat geldt voor jou, maar ook voor mij. Soms verdriet. Denk dan aan de zon en zing dit lied. Oh, laat de zon in je hart. Ze schijnt af voor iedereen. Geniet van het leven. Want het duurt nog maar even. Ik sta hier in een soort rustruimte. In de green room. Dat klopt. Ik heb even aan jou, Jamie of Jimmy of de Joker. Ja, mag alles zeggen. Ik heb een vraag. Nou, vertel. Het is best wel een belangrijke vraag. Onze microfoon kent drie kanten. Wie is dit? Rombout. Nee, is dat Rombout? Ik niet. Hij lijkt er wel op. Ja. Het is de peer. Oké. Hij komt straks ook de peer. Ja, oké. Maar dan ga ik kiezen of ik de peer in beeld doe, het logo van Oeteldonk, van Oetel TV in beeld doe, of het TV73 logo tijdens ons interview. Jij mag kiezen. Dan doen we de carnaval, de Oeteldonk. Oetel TV in beeld? Ja. Dan gaan we Oetel TV in beeld. Ben jij een Oeteldonker? Ja, ik ben een Bosnaar. Dus... Mag ik jou onderscheiden dan met een Oeteldonkse sjaal? Ja, is goed. We moeten wel mij nazeggen. Ja, oké. Okay. Ik ben. Ik ben. Ik zal. Ik zal. Ik was. Ik was. Voor eeuwig. Voor eeuwig. En voor altijd. Voor altijd. Een trotse. Een trotse. Oeteldonker. Oeteldonker. En ik. En ik. Geef. Geef. Jou. Jou. Nou. Nou. 100 euro. Ja. Ja. Nee. Ja. Ja, weer jammer. Weer geen geld verdiend. Nou, wacht even. Ik doe me om. Plechtig moment. De originele Oeteldonkse sjaal van TV73. Hoe is het met jou? Mij alles goed. Hij zit aan de goede kant. Ja, hij zit aan de goede kant. Zeg, ik heb vorig jaar jou ook hier gezien. Dat klopt. En je bent iemand die erg goed doet voor de camera, heb ik begrepen. Ja. Je weet wel goed, nou, gewoon een goed interview neer te zetten. Ja, dan komt naar tv kijken, hè. En dan, Ja, maar goed, dan moet het nog wel kunnen, hè. Ja, dat klopt. Zeg, wat betekent carnaval voor jou? Mijn familie bij elkaar aan het feesten. Ja. Dus naar de stad. En dan kan er wel weer, hè, optocht kijken. En leefde er naartoe? Ben je het hele jaar wel een beetje zo van, oh, het kan mij niet snel genoeg weer carnaval zijn? Ja, als het er bijna er is, dan vraag ik aan mijn neef, van gaan we mee carnavallen? Dat wilde ik. Ben er best een beetje zenuwachtig over ook. Ja, tuurlijk, want ik weet niet wie er mee gaat. En nou, net als vandaag zijn we bij de Shang. Heb je gisteravond goed kunnen slapen? Ja. Dat wel. Dan moet daar wel eens mijn laatste jaar van, dus dan moet dat wel. Oké. Okay. En met carnaval, hè? Dan gaat ook de stad in, hoor ik. Met jouw neef. Ja, als hij als het leuk vindt, morgen wel. Ik ga hem straks bellen en dan vragen. Oké. Maar ik ga sowieso wel met mijn groep naar de optocht kijken. En, ja, je zit op het stedelijk VSO. Ja. Ben je trots op jouw school? Jawel. Doen ze het goed? Ja. Ja, we hebben een geweldige juf in de klas. En, geweldige juf, ja? Ja, een geweldige school. Dus. Zeg, ik heb jou net ook een klein beetje over de politiek horen praten. Ja, dat klopt. Met mijn je had het over Rombouts, hè? Ja. Wat was er dan met Rombouts? Wij hebben thuis een spelletje. Moet je achtbaan bouwen. Daar zit de burgemeester in.
Maar mijn moeder en ik zeggen altijd dat Ron Bouwtje eruit valt. Omdat mijn moeder, die heeft daar een beetje, die zegt dan altijd van, ja joh, die gast daar is geen burgemeester, man. Dat moet dan allemaal aanleren dus. Maar ik maak een grapje hoor. Oh. Ik heb hem nooit zien, maar als ik hem zou zien, dan zou ik Chris Hooi zeggen hoor. Ja hè, zo'n aardige vent. Jawel. Hij heeft, ik heb wel een geheimpje verklappen. Weet jij wie de baas is met carnaval in Oeteldonk? Nee. De burgemeester niet hoor, Ron Bout. Wie dan? Die wordt eruit gedonderd. De peer. Dat is de burgervaaier. Dat was de burgemeester tijdens Oeteldonk. En die komt vanmiddag hier. Oké. Okay. Heel hoog bezoek. Ja, dat wel. Nou, weet je wat? Jamie, Jimmy, ja. Ofwel de joker. Dat mag je, mag jij zeggen. Geniet ervan, jongen. Ja, joh, tuurlijk. En zorg, kijk uit voor uw make-up, want het loopt een beetje uit, hè. Ja, weet ik. Mijn moeder zou er niet blij mee zijn. Ah, dat geeft toch niet? Nee. Moeders, die kunnen toch heel goed wassen? Ja, is goed. Zeg maar nog iets tegen de moeder dan. Nou, mama, als je tv kijkt, je moet carnaval vieren. Wat is dit? Bloed. Viesrik. Ah. Ik heb hier een echte Dracula zitten. Ja. Hij eet bloed. Dat is lekker. Ik weet niet, ik heb het nog nooit geproefd. Als ik jou bijt, dan proef je het ook. Ja, maar jij moet mij niet bijten, want ik word steeds banger van jou. Dan zou ik maar wegrennen. Echt? Wat is dat? Mag op tv. Of jij op tv mag? Ja. Natuurlijk mag je op tv. Oké. Hoe heet jij? Lizzie. Lizzie? Ja. Mooie naam, Lizzie. Ja, kijk wel. Hoe is het met jou? Goed. Ben je gelukkig? Goed. Ben je ook gelukkig? Ja. Ja? Vind je het leuk, carnaval? Ja, leuk. Mooi feest, hè? Ja. En je hebt een ijsje, maar ik vind meer schilderij. Ja. Het is net een schilderij. Ja. En je bent er wat op. Ik lust ook wel een hapje. Oké, mag. Mag ik er nog één? Want ik... En goed onderhoud ook, hè? Mijn hand op, zo onderhoud. Anders was hij op mijn broek gevallen. Oh. We gaan... Ik vind het kei lekker. Zal ik straks voor jou een nieuw ijsje halen? Ja. Want ik heb een beetje jouw ijsje overgegeten. Zonder saus. Zonder saus? Ja, kunnen. Is er nog een favoriete juffrouw die voor mij een ijsje wil halen zonder saus? Joosje. Ja, ze wil zo'n ei. Ja, ik heb haar ijsje zo'n beetje op en dan wil ze er nog eentje zonder saus. Ja. Voor de meer. Ja. Ga jij er eentje halen voor mij? Ik loop mee. Ga jij er eentje halen voor mij? Even wachten. Ja, ik wacht wel. Ik ja, even wachten, ja. Met andere woorden, je bent allemaal dus druk. Is de chip van Lizzie? Tegen niemand zeggen wat ik nou doe, hè? Sst. Niet zeggen. Ze komt eraan. Yes! Met een ijsje. Ja. En dit is dan zonder kleurtjes? Ja. Oké. Okay. Maar ik zou eigenlijk wel kleurtjes willen. Klusjes. Nee, hoeft niet. Nee, ik doe jou een beetje voor de gek houden. Dat vind ik helemaal niet fijn. Zeg, waar kom jij vandaan? Waar woon jij? VSO. In Rosmalen. Hoe gaat het in jou en met jouw leven? Goed. Ben je lekker gewoon een gezellige meid? Ja. En wat is jouw absolute lievelingsliedje? Amber. Wie? Amber. Amber? Ja. Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel, was jouw lievelingsliedje? Wat is het mooiste liedje wat jij kent? Zumba. Zumba. Zumba? Ja. Doe eens zingen dan. Weet je niet. Zumba. Ja. Zumba, 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 tetra. Ja. Is het? Ja. En wat wil jij later worden? Amber. Je wil Amber worden? Ja. Dat kent u niet. Amber is toch Amber al? Ja. Nou ben ik één ding vergeten. Ja. Een lepelke. Haal ik voor jou. Nee, dat hoeft niet. Nee, weet je wat ik namelijk doe? Kijk, ik doe het anders. Ja. Oh,
Ach, wat dan. Hij heeft het. Zal ik jou nog eens iets vertellen? Ja. Zal ik jullie iets vertellen? Het is hier heel erg warm. Ja. Niet normaal. Oh. Waar is het hier warm, zeg? Ja. Echt. Oh. Nou is het weer goed. Ja. Wat denk jij nou van mij? Ja. Wat denk jij nou over mij? Ja. Een grote aap. Ik heb een hele moeilijke. Een vraag naar Amber. Zal ik dat doen? Amber. Had jij het ook zo warm? Ja. Hoe is het met jou? Goed. Je ziet er mooi uit, ook een echte prinses. Ja. Ze zegt hiernaast dat ze heel graag jou wil zijn. Ja. Oh, leuk, ik wil ook zijn. Zijn jullie hele goede vriendinnen van elkaar? Echte alle best friends forever. Ja. Ja. En ze zijn wel lief, hè? Nou, weet je wat? En lief. Nelle Kenny. Zeg, wij gaan weer even. Moet je daar eens kijken? Kijk daar eens boven, daarboven. Nou, kijk daarboven, hè? Ja, goed. Lekker. Maar even lekker. Ilse, je bent assistent leerkracht. Ja, klopt. En ik zie jou net zo glunderen als de rest van alle kinderen hier. Ja, dit is genieten. Dit is echt mooi, genieten. Hè? Ja, dit is mooi. Hoe lang leven de kinderen hier nou naartoe? Nou, dat is een paar weken van tevoren. Dan zijn ze allemaal in de stemming. Ja. Ja, wanneer beginnen jullie zo'n beetje met het versieren van de klassen? Nou, daar houden we altijd vrij rustig. Ja? Ja. Nou, ik ben op school geweest en er hing toch behoorlijk wat versiering. Ja, dat is pas sinds vorige week. Ja. Wie is nou, want ik heb net gezien dat, ik heb net even gesproken met Jamie. Ja. Een beetje de woordvoerder van het VSO, hè? Ja, daar lijkt hij wel op, hè? Hij doet goed. Hij doet zeer goed, zeker weten. En een bijzondere prins net gekozen. Hele mooie prins, een hele knappe prins dit jaar. Ja. Dit is het enige idee, want ik ben het eigenlijk vergeten. Hoeveelste jaar is dit, dit feest? Hoe noemen wij dit feest? Dit noemen wij gewoon carnaval. Gewoon carnavalsfeest van het VSO. Ja. Maar hoeveelste jaar is dit? Dat is een hele goede. Ja, daar komen we zo meteen wel achter. Een aantal jaar, ja. Ja. En de ouders, wat vinden die ervan? Want ze zien hun kinderen natuurlijk helemaal genieten. Ja, die vinden het ook. Zijn er ook ouders in de vrijwilligersrol? Ja, de vader van Lindsay die helpt ook altijd mee in het jaar. Hartstikke leuk. Ja. Nou, we gaan nog even kijken, want ze zijn weer flink aan het springen en aan dansen binnen. We gaan weer lekker feesten. Hoi. Ik ga je daar ook onderscheiden, mag dat? Ja. Met een originele Oeteldonkse sjaal. Bij mij dan is het mis.
Jeppe, volgens mij heb jij een ijsje op. Ja. Kan het kloppen dat het een rood ijsje is geweest? Ja. Oké, okay, dus ik ben een beetje een waarzegger nu, hè? Ja. Ik denk dat het een rood ijsje is geweest en ik denk dat jij hem lekker vond. Ja. Als directeur van de Grappen en Grollenfabriek, hè, is dat moeilijk? Is dat zwaar werk wat jij doet? Nee. Wat doet de directeur dan van de Grappen en Grollenfabriek? Doet hij allemaal mensen zeggen wat ze moeten doen? Ja. En wat is het moeilijkste wat ze moeten doen? Om dingen te laten kopen. Om de kinderen te? Om de kinderen te verkopen, dat is moeilijk. Is dat moeilijk? Ja. Oké. Okay. Mag ik jou een onderscheiding geven? Ja. Een oeteldonks, want ik heb ze hier liggen. En ze passen ook mooi bij jouw pak en zeker bij jouw stropdas. Deze onderscheiding is de oeteldonkse onderscheiding. Je mag hem afdoen straks, want jouw pak is wel een heel mooi pak. En ik weet niet of dit er wel precies bij past, maar hij mag af straks. Je moet wel een belofte doen. Dan moet jij mij nazeggen. Ik. Jeppe de Vries. Directeur van de Grappen en Grollenfabriek. Directeur. Van de Grappen. En Grollen. Fabriek. Wil graag. Voor altijd. Oeteldonker. Zijn. En ik geef. Degene met de microfoon. €100. Nee, je hebt €100 gezegd. Ik krijg nou €100 van jou. Dat is een grapje. Jeppe, jij bent nu officieel oeteldonker. Gefeliciteerd, directeur. Dankjewel. Mag ik bij u komen werken? Ja. Moet ik dan solliciteren of ben ik al aangenomen? Je hebt aangenomen. Ben ik aangenomen? Ja. Echt? Ja. Ik ben aangenomen. En mij ook. Ben je ook aangenomen? Wij zijn samen aangenomen met de Grappen en Grollen. Ja, ik ben zo blij. Woehoe. Zijn die van mij? Ja. Nee. Ja. Oh, ik word er emotioneel van. Ja. Wauw. Nou, vind ik heel lief. We horen 3 kussen bij, hè? Ja. Ik vind het zo lief wat je nou hebt gedaan. Ja, alsjeblieft. Hoe is het met jou? Goed. Ik zei het net al, hè, buiten, dat je er mooi uitziet. Ja. Ik wens jou een hele fijne carnaval. Dank u wel. En als ik jou tegenkom, zal ik altijd zwaaien. Natuurlijk. Ik doe elk jaar officieel vragen of iemand mijn vriend wil zijn. Oké. Dat doe ik nou ook weer. Ja. Zou jij alsjeblieft voor ons hele leven mijn vriend willen zijn, mijn vriendin willen zijn? Natuurlijk. Echt waar? Natuurlijk. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. Fijne carnaval. Dankjewel. Jeppe? Hey. De groetjes? Ja, de groetjes. Wil jij mij nog interviewen? Ja. Hoe heet jij? Ik ben Nol. En je achternaam? Roos. En welk huis woon jij? Adres waar ik woon. Ja. Dat is de Kooikensweg. Nee, dat ga ik niet zeggen. Er komen allemaal aan mijn deur. Ja. Wat is jouw adres? Meesterbrugstekker. Nee, dat mag je niet zeggen. Want dan komt iedereen bij jou aan de deur. Ja. Dat moeten we niet willen. Nee. Nee, moet je nooit je adres zeggen. Nee. Heb je nog meer vragen? Ja. Wat dan? Hoe oud ben jij? Ik ben bijna 31. Nee, bijna 50. En heb jij je papa? Ja. En je mama? Ja, gelukkig wel. En jij? Ik heb ook een papa en mama. Zijn ze lief? Ja. Of de beetje zakkerij. Je moet altijd als je presenteert zo naar jouw mond toe. En dan naar mijn mond. En dan weet je hoe ze dat noemen? Dat noemen ze lepelen. Dan doe jij praten, ja. Dan doe ik. Zo gaan we doen, ja? Nog een keer. Mag vragen wat je wilt. Wat doe je meestal in huis? Slapen, op de bank liggen, in bad liggen en verder niks. Want ik heb mijn vrouw doet alles. En kijk je wel eens tv? Ja, kijk wel eens tv. Kijk je wel eens naar één? Naar kanaal 1. Ja, kijk ik wel eens naar. En kijk je wel eens naar het Jeugdjournaal? Ja, Jeugdjournaal vind ik heel leuk. Ik zou sterker vertellen, ik denk dat jij het Jeugdjournaal heel goed zou kunnen presenteren. Ja. Want ik denk namelijk dat de directeur van de fabriek een hele goede presentator is.
Ja. Zullen we daar een keer een afspraak over maken? Ja. Dat je een keer komt solliciteren? Ja. Nou, directeur, de groeten. Ja. Houdoe. Houdoe. Nee, ik hoef niet eens te gaan zitten. Eigenlijk, op de een of andere manier, ja, ben je daar toch wel heel intensief mee bezig. En van de andere kant geeft het ook weer heel veel energie. Gezellig. Echt een leuke dag gehad. En nu op naar het volgende, want het is nou toch echt begonnen. En kijk eens hoe schattig, hoe lief. De driekleur, onze nationale driekleur van Oeteldonk. Het rood-wit-geel. Gekregen van iemand die voor de rest van ons leven mijn vriendin is. Vanuit de Xiang. Een prachtige opname, ook op school geweest. Het doet me goed. Blijf kijken naar Oetel TV. Blijf kijken naar TV 73. En die Oeteldonkers, trotse Oeteldonkers.